because the greatest sporting event is coming to the greatest arena on earth. De Super Bowl is het belangrijkste sportevenement van de Verenigde Staten. It's the Super Bowl in Las Vegas. Zo'n 115 miljoen Amerikanen zitten morgen voor de tv om te kijken naar de finale van de American Football Competitie. Die gaat tussen de San Francisco 49ers en de Kansas City Chiefs. Bij de Kansas City Chiefs speelt Travis Kelce. Dat is de vriend van zangeres Taylor Swift. Het was wereldnieuws toen zij een relatie kregen vorig jaar zomer. De wereldberoemde zangeres zit regelmatig in het stadion van de Kansas City Chiefs om haar vriend aan te moedigen. En als Taylor Swift iets leuk vindt, dan vinden haar fans, Swifties worden ze genoemd, dat ook. And my daughter loves it. Er kijken opeens miljoenen meer mensen naar American football. Vooral vrouwen en meisjes die fans zijn van Taylor. Hi Swifties, we'll be with you all night. Who's your favorite football player? Taylor Swift. En door al die extra fans die ook spulletjes, merch kopen, komt er extra geld binnen bij de American Football Organisatie. She did $33 million in economic impact within two days. Maar niet iedereen is blij met de relatie tussen de zangeres en de voetbalspeler. Vooral aanhangers van Donald Trump moeten er niks van hebben. We have had enough of Taylor Swift for now. Er worden ook allerlei geruchten verspreid over Taylor Swift en Travis Kelce. This relationship was engineered in a lab. Feels a little bit like an arranged marriage. Deze geruchten worden complottheorieën genoemd. En dat ze nu worden verspreid is niet toevallig. Want dit jaar worden de Amerikaanse presidentsverkiezingen gehouden. Die gaan waarschijnlijk tussen de huidige president Joe Biden en oud-president Donald Trump. Aanhangers van Trump zijn bang dat Taylor Swift tijdens de Super Bowl haar fans gaat oproepen om op Joe Biden te stemmen. En dat ze zoveel invloed heeft dat miljoenen Swifties dat dus ook gaan doen. Calling now, Kelce wins, goes to Super Bowl. Swift comes out at halftime show, endorses Joe Biden with Kelce at midfield. It's all been an op since day one. De complottheorieën over Taylor Swift houden de Amerikanen zo bezig dat universiteiten er zelfs les over geven. Use a fun topic to engage the students to, you know, delve into whether something is true or not. It's not a class that you would expect to have at a college. De studenten kijken naar een documentaire over Taylor Swift. Taylor Swift comes out against Trump. I don't care if they write that. Het is geen geheim dat Taylor Swift geen fan van Trump is, maar of ze morgen Biden gaat steunen, dat weet niemand. Eén ding is zeker, als ze in het stadion zit, dan is dat om haar vriend te steunen. Want dat ze echt een stel zijn, dat weten de Swifties wel zeker.